is dat hij het zo dan doet. Ik heb het niet gemaakt. Ja, maar hij leert het zo. Mijn ook. Oké. Dat is los. Ja. 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 Ja, ik wil ook meer gevonden. Dankjewel. Zit er nog in, hopelijk. Wow. Is de vierde voordeur eruit gesprongen? Ja, zo'n stuk uit. Om het uit te kerven. Stop maar weer. Welkom. Ja, dankjewel. Zal het verschillen zijn bij jou? Ja. Oh.
Zit je lekker hard? Ja. Ja. Is de zoon van Petronella Alida Weerhein en Frans Sonneveld. De bruid is een dochter van Mariadi Amat en Marichua. Als getuigen zijn tegenwoordig Petronella Alida Sonneveld Weerhein, moeder van de bruidegom, Vita Melissa, vriendin van de bruid, en Maria Tri Hapsari, ook vriendin van de bruid, waarvan akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerstand van de gemeente Delft. Ja, en nu geef ik jullie de gelegenheid om te tekenen. Onze bode die gaat dat kunnen en is begeleiden. Ja. Mag ik jullie vragen naar voren te komen? Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede middag allemaal. In het bijzonder ons bruidspaar, Aart en Amine. Want om jullie gaat het immers op deze prachtige zomerdag. En al heel vanmorgen de zon zit wat schuin achter de wolken. Inmiddels schijnt die en zal die zeker volop schijnen in jullie harten. Ook u, mevrouw Zonneveld. Ja. En familie, vrienden en bekenden, heel hartelijk welkom hier op dit schitterende stadhuis in Delft. Woensdag 28 juni 2023. Voor velen een gewone werkdag, maar voor jullie een heel bijzondere dag. De dag waar jullie er hebben uitgekeken. En dat jullie er uitgekeken hebben is ook heel duidelijk aan jullie gezichten te zien. De stralende ogen en de blijde gezichten zijn er een duidelijk bewijs van. Nu vandaag is het zover. Art en Erwina willen vandaag publiekelijk elkaar het jaarwoord geven, waarvan u alle hier aanwezig getuigen mag zijn. Als ambtenaar van de burgerstand hoop ik van harte dat deze dag aan al jullie verwachtingen zal voldoen. En met veel plezier en dankbaarheid willen wij daaraan meewerken. Met betrekking tot het sluiten van jullie huwelijk. En heb het bijzonder gewaardeerd dat jullie mij hiervoor hebben uitgenodigd. De verrassing was voor mij, denk ik, net zo groot toen ik van jullie het verzoek kreeg als dat u mij hier vandaag als een min of meer bekende als trouwambtenaar ziet staan om jullie huwelijk te voltrekken. Jullie mogen best weten dat ik het een eer vond, Art en Aline, om dit voor jullie te mogen doen. Het is ruim 50 jaar geleden dat ik jou in mijn handen gehouden heb. Zo klein was je toen, omdat wij in die tijd al vrienden waren met jouw ouders. En wij regelmatig bij elkaar op bezoek gingen. We hebben jou op zien groeien. Tot ongeveer bij je puber werd, want ja, toen ging je je eigen weg. Maar we zijn op de hoogte gebleven van alle ontwikkelingen. En nu ben je vandaag 50 en ben je het middelpunt. Waarom? Omdat je Erwine voor jou de liefste vrouw van de wereld gevonden hebt, waarmee je vandaag mag trouwen. Het is duidelijk te zien hoe trots en hoe blij jullie beiden zijn, want jullie zien er werkelijk fantastisch uit. En dat geldt niet alleen de bruid, al ben je Erwine echt schitterend. Je hebt je heel lief en aantrekkelijk gemaakt voor je bruidegom.
Maar ook uit het magazijn, dames en heren. Opvallend netjes en verzorgd. En daar zal vandaag zeker positief over gesproken worden. Ja, en dan in dit prachtige middeleeuwse stadhuis hier in Delft. In 1618 is het afgebrand, maar binnen een jaar was het weer herbouwd. Alleen in de 19e eeuw, toen is het gemoderniseerd en weer heel teruggebracht in de oude stijl. Het is een locatie die erg gewild is voor bruidsparen. Daar wordt hij veel getrouwd. Zelfs de beroemde kunstschilder Johannes Vermeer ging hier in deze schitterende, sfeervolle schepenzaal in ondertrouw in 1653. En nu, 370 jaar later, trouwen jullie in diezelfde zaal waar Johannes Vermeer in ondertrouw ging. Een bijzondere dag is het ook voor jullie moeder en schoonmoeder, Hart en Alina. Een dag die herinneringen oproept. Omdat toen jouw broers en je zus getrouwd zijn, toen was je vader er nog bij. Maar die is ons door de dood ontvallen. Maar anderzijds een dag van grote vreugde. Want dat je tot een trouwde gekomen bent, dat was voor een heel hoop zomaar niet vanzelfsprekend. Dat is echt een verrassing geworden. Maar ik zeg altijd vaak beter laat dan nooit. En dan nog wel met zo'n lieve Elina. Zichtbaar zijn jullie echt gelukkig, geweldig. Daarom mag de dankbaarheid zijn dat Art en Elina vandaag tot een trouwdag mogen komen. En mag het als een zegen van God gezien worden dat de Heer jullie bij elkaar heeft gebracht. Al vanaf de schepping weten wij hoe God gesproken heeft dat het niet goed is dat de mens alleen zijn, maar dat er een hulp tegenovergesteld zal worden. Ik noem daarom het huwelijk vaak een door God geschonken parel, die vandaag voor jullie bruidspaar bijzonder mag schitteren en bekroond mag worden door in het huwelijk te treden en vanaf heden samen verder het leven door te gaan. Daarnaast bent u, mevrouw Zonneveld, vandaag officieel getuige. En mag u straks ook de huwelijksakte tekenen. Uit respect en eerbied voor de genoten opvoeding die Art van jullie hebt mogen ontvangen, maar ook uit liefde en dankbaarheid die Art al die jaren van u als moeder hebt mogen ontvangen. Voor Eline is getuige Ria. Samen met Marco is het een gezellig en joviaal stel waar jullie veel contact mee hebben en onlangs hebben jullie nog een prachtige strandwandeling met elkaar gemaakt. En daarnaast is Vita er uit Rotterdam. Zij is gelijktijdig met Eline in februari naar Nederland gekomen en kennen elkaar vanaf de Nederlandse ambassade in Jakarta. Art en Eline, vandaag sluiten jullie een periode af in jullie leven. Een periode van jullie verkering en van jullie verlovingstijd. En ongetwijfeld zal dat toch vandaag of de afgelopen dagen nog wel eens herinneringen opgeroepen hebben. Van hoe is die relatie alweer begonnen? Nou, dat is een privé aangelegenheid. En die laat ik graag voor jullie. Maar veel belangrijker is dat wij mogen zien dat jullie heel veel van elkaar houden. En daar vandaag tot die trouwdag mogen komen. Je mag er wel uitgaan, zeker met de ceremoniemeester aan het roer, dat jullie vandaag nog eens even in het zonnetje worden gezet. Ik zou zeggen, hou je maar vast. Er komt zeker nog wel het een en ander voor de dag. En het is nog lang geen avond. Ook als ambtenaar van de protestant wil ik wat punten naar voren brengen, vertrouwend dat jullie met nog meer overtuiging elkaar straks het jaarwoord zullen geven. En ik begin met de bruidegom. Art, jij bent op 1 maart 1976 in Delft geboren. 73. Luister goed, hè? Je groeide in goede gezondheid op. Met Pieter en Leendert als broers boven je. En met Martijn en met Liesbeth als broer en zus onder je. Op je 4e jaar ging jij naar de Maarten Lutherschool voor je basisopleiding. Het leren ging je goed af. En daarnaast ga je snel
een aantal vrienden om je heen verzameld. En ook een vriendin. Astrid. Oh. En toen de schoolfotograaf kwam, toen gingen jullie op de foto en ook stiekem jullie samen. En die foto heb je lang bewaard. In de vakantie gingen jullie altijd een weekje naar Lunspeet. Opa en oma Zonneveld, die gingen altijd in de zomer een aantal weken naar een landhuis, de Eikenhorst in Lunspeet. Een landhuis van een van de directeuren van de gistfabriek. En dan ging opa daar elk jaar een deel van opschilderen. En in die periode mochten jullie altijd een beetje komen. En jouw vaste werk was ten acht om ook al die stenen beeldjes eventjes keurig netjes schoon te maken en af te wassen. Exact. Vervolgens ging jij voor een MAVO-opleiding naar de Jacobus Revius in de Rotterdamse Schiebroek. Elke dag op de fiets, gezellig, met vrienden en vriendinnen. Was leuk en ook gezond voor lijf en leden. Nadat deze succesvol te hebben afgerond, ging je naar de detailhandelschool in Vlaardingen. En s'avonds ging je dan vaak werken bij een supermarktfiliaal van Jacques Hermans, ook zaterdags, om toch een centje bij te verdienen. Tijdens je studie zat je ook op de jeugdvereniging Hebron in Delft. En jij speelde toen altijd op het orgel om de jongeren eigenlijk te begeleiden met het zingen van de psalmen. En na afloop, dan gingen jullie altijd, want het was op zaterdagavond, dan gingen jullie altijd even naar de beestenmarkt. Naar het café Kobus Kug. En Kobus Kug is toch wel een bekend café waar je zelfs nu Erlina onlangs een keer heeft gebracht. Waarom? Dat café, dat staat bekend om zijn hele lekkere appelgebak. Inmiddels was je rond de 20, ja, en toen moest je toch opkomen voor je militaire dienst. En daarna stond jij voor een kardinale beslissing. Wat zal ik gaan doen? Een baan gaan zoeken en dan een wereldreis maken? Of eerst een wereldreis maken en dan gaan werken? Nou, je hebt voor het laatste gekozen, want je had zoveel zin om die wereldreis te maken. Dus je bent gaan backpacken. Eerst 6 tot 7 maanden ben je naar Australië gegaan. Prachtig, het hele werelddeel rondgereisd en uiteraard ook wel eens wat moeten werken in verband dat je natuurlijk toch je eigen onderhoud moest voorzien. Van daaruit ben je naar Nieuw-Zeeland gevlogen en van Nieuw-Zeeland ging je weer naar Thailand. En na enkele dagen ben je naar Bali geweest en toen kwam je in Java aan en daar heb je onder andere Engelse les gegeven om ook weer een centje te verdienen voor het onderhoud. Je vond het een prachtig land. De tegenstellingen met Nederland konden eigenlijk niet groot genoeg zijn. Zo heb ik ervan genoten. En je bent nog 4 maanden in Indonesië gebleven. Ja, en toen was de tijd om. Het was een jaar geweest en je ging weer terug naar Nederland. Precies op de dag. Kakimu sakit enggak sepatunya? Enggak ya? Cuman itunya jaritnya yang kencang. Thank you.
Ja.